die is smerig. Ja, die is echt smerig. Chihuahua. Chihuahua. Ik heb letterlijk van Young Lab account al zijn volgende mensen geblokkeerd. Zodat als hij iemand volgt, kan ik precies zien wie het nieuwe is dat hij volgt. Oh, ik ben wel echt heel wild in bed. Ik hou echt van rustics en zo en van echt lekker hard. De woedeaanval, een schutting eruit gereden met mijn auto, mijn eerste auto. Harder, harder. Kom klaar in me, ja. Weet je wat, ik geef mezelf maar, want dit is echt zo'n geval. Dit... Ja. Ik je bent 20 september jaar, toch? Ja, bro. Ik, hè? Ja! Oh, damn, laat maar, switch. Switch it up, hey, switch it up. Ja, dit is eigenlijk een teken, dit is eigenlijk een teken. 8 december. Nee. 11 december. 11 december, oké. Oké, ik pak het dan een jaar. Ik weet niet. Dat vind ik moeilijk. Vind ik ook heel moeilijk. Maar mogen we ook alle drie? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat is leuk, toch? Ja, ik denk dat we alle drie heel, heel kinky zijn. Stiekem. Of zelf. Oh, nee, dit gaat een beetje ver. Ik ben wel echt heel wild in bed. Ik hou echt van rustics en zo en van echt lekker hard. Ja, dat mag gezegd worden, toch? Ja, ik hou wel van... alle seks, burgen, beetje spugen soms. Beetje spugen soms. Ja, beetje spugen soms. Soms mag een beetje namen genoemd worden. Daddy. Soms mag je me even uitschelden. Nee, soms mag je me even uitschelden. Oh nee. Ik zeg hem altijd harder, harder. Kom klaar in me, ja. Ja, en dan zeg ik ook, ja. Slaap mijn kont. Ik kan niet voor mezelf kiezen, dat vind ik raar. Ja, ik ben Michelle. Ja, ik weet dat Michelle echt kinky is. Ja, ik weet het. Ja. Dus deze heb ik gewoon met... Deze staat vast. En dit is zeker. Ben je een beetje kinky bent? Ik zeg dan niet voor mezelf verhaal. Maar weet je dat je kinky bent? Wat is dan het meest kinky wat je ooit hebt gedaan in bed? Niet veel. Ik heb echt geen idee. Ik ben niet zo... Ja, ik ben wel kinky, maar... ik wil het er niet voor hebben, ja. Ik heb nog niet speciale dingen gezien zoals een busje doen of een bosje, dat heb ik nog niet gedaan. Oh! Nee. Ik heb wel. Maar best wel, ja. Tijdens het uitgaan? Ja, tijdens het uitgaan, nee. In de wc. Nee, in het hok. Nee. In het hok, ja. Ik zou dat wel willen, gewoon een keer. Weet je wat ik heel zou willen? In een vliegtuig of zo. Ah, dat heb ik ook nog nooit of in een bioscoop, dat wil ik heel graag. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. In een vliegtuig terug? Wel buiten, in de auto, dan nee. Snelweg. Ja, ik ook buiten in de bosje. Ik word ontmaakt in de bosjes. Dus ik weet je wat mijn raarste plek is? In de glijbaan. Wat? Is het een zwembad? Nee, in de glijbaan van de speeltuin. Wat? Oh, dat is echt heel raar. Ja, dat was met een jongen. En we waren uitgegaan. We fietsen samen naar huis. En toen zagen we die glijbaan. Toen dachten we, waarom we gaan ervoor? Maar een mooi verhaal vind ik. En toen heb ik hem in die glijbaan. Gewoon op dat beginstukje, weet je wel. Goeie dat niemand ons zag. Ook al was het nacht. Goeie maar het was gewoon een beetje avontuurlijk. Dit is er nog. Vieze vuilen. Ja. Nee, oké. Vieze vuilen. Ik was wel heel erg. Ja, ja, ja. Ja, geloof ik ook. Ja. Ik heb een keer uit de woedeaanval een schutting eruit gereden met mijn auto, mijn eerste auto. Maak jij nou een grap? Toen was je toch geen puber meer? Jawel. Ik was net 18. Ja. Ja, daar ben ik niet trots op. Ik heb dat nog nooit gedaan. Nee, dat was nee, wel ik erg. Ook niet. Ik kreeg wel erg het ergste wat ik heb gedaan was, zeg maar, ik moest altijd thuis zijn voordat de lantaarnpalen aangingen. En ik was ook eerst om 9 uur nog wel buiten. Toen was ik 18. Politie het ergste wat ik heb gedaan is mijn horloge verzet. Echt? Politie is aan mijn moeders deur gekomen om te zeggen dat ik te laat over straat nog rondliep met drugsdealers. En ik deed geen drugs, hè. Ik was gewoon chillen met mijn vrienden. De bitch. Ik ga niet chillen met mijn vrienden. Het zijn niet zulke fijne vrienden. Zijn we gewoon mijn vrienden, ja? Nee. Ja. Dan mag je niet mee omgaan. Dat is niet leuk voor je moeder. Wow, die is smerig. Ja, die is echt smerig. Ik pak mezelf. Iedereen weet dat het niet zo waar is, maar ik bescherm mijn boys. Wie heb jij, jongen? Nee, ik heb zo zo meegevallen. Oh, jezus. Ah, hond jongen! Vuile hond! Vuile hond! Wow. Kijk, kijk, Elias mijn mattie toch? Ja, echt, ja, Ivory ook. Maar ik weet Elias, hij doet niet aan friendzone. En Ivory is gewoon een lieve gast toch? Dus je weet, hij is gewoon goed, aardig, dus en zo. Althans, zo ken ik hem.
Hij is wel echt de liefste. Weet je wat het is? Hij is gewoon de liefste jongen. De liefste jongen tussen ons drie eigenlijk. Hij is gewoon lief. Oké. Goede save. Dit waardeer ik. Ja, je hebt een prettige vraag bij je. Ja, we worden wel uitgetest, dat wel. Ik kan sowieso nooit belanden in die friendzone. Baby. Ja, ik heb wel één keer gehad. We zijn mee dan, besties. Ik heb sowieso geen vrouwvrienden, man. Jullie wel? Bijna niet. Nee, man. Ik weet niet wat het is, maar ik kan gewoon niet met een vrouw gewoon vrienden worden, man. Dat is gewoon meteen of... Je moet gewoon seks, Dat is zo. Kijk, als een chick een mannelijke best friend heeft, die man wil haar gewoon stiekem prikken. Als zij de kans krijgt om haar te prikken, 100%, hij prikt haar meteen. Jij weet hè? 100%. Stel je voor, je hebt een vriendin en zij is gewoon goed met zo'n echt one guy en hij is gewoon hetero. Kan niet, bro. Hij wil haar sowieso prikken. Als hij de kans krijgt, hij toekt haar meteen. Ja. 100%. Ja. Met de bullen. Ik kies mezelf. Vertel. En jij? Oh, ja. Iedereen heeft zichzelf. Luister, weet je wat ik heb gedaan? Bij een jongen, ik heb letterlijk via een nep-account al zijn volgende mensen geblokkeerd. Zodat als hij iemand volgt, kan ik precies zien wie het nieuwe is dat hij volgt. Oh ja, nee, dat doe ik niet. Daar heb ik geen tijd voor. Dan ben jij toch erg. Wat ik doe is bijvoorbeeld snapscore bijhouden. Dus dan schrijf ik dat echt op in mijn notitie. Ik snap het echt niet. En ook de volgers op Instagram, dat ik dat even in mijn notities zet, zodat ik het niet vergeet. Ja, maar het is niet meer, die update is dat je niet meer, er komt niet meer naar boven, die je als laatste heeft gevolgd. Dus dan moet je dat doen. Ja, nou, dan heb ik iets nieuws geleerd. Ja, nee, bij mij is het ergste qua stalkers gewoon zeg maar elke keer kijken wie bij een nieuwe pose reageert of oude pose of volgers. Oh ja, dat doe ik ook wel. Maar dat is echt het enige, ik ben niet zo. Dat ik ga wel even. Oh my god. Ik vind het echt heel erg ordinair. Ik heb de allereerste... Hadden wij vanmiddag nog op. Ja, echt goor. Nee, dat vind ik echt heel vies. Dat geluid ook. Als ik bijvoorbeeld mijn tanden aan het poetsen ben en ik ben met iemand waar ik soort van indruk op wil maken en diegene vind ik leuk en zo, dan vind ik het al soort van moeilijk om mijn tandpasta uit te spugen met geluid. Want dat vind ik gewoon vies. Jawel, vind ik echt gewoon... Vind ik echt helemaal niet netjes. Liever slik, maar dat komt niet omdat ik het zelf per se lekker vind of zo, maar meer omdat ik weet dat een man dat lekker vindt. Nou ja, dus bij mij niet gaan. Spugen vind ik gewoon. Ik vind het ook niet aantrekkelijk. Een beetje molden vanaf of zo. Dat verpest de fijn. Ja. Toch ook wel. Ja, dan zit je daar zo met je bekje vol sperma. Ja, oké. Dat is niet dat ik dan doe van hoor. Nee, dat niet. Maar ik ga niet dat ik. Oh, lekker! Ik slik het lekker. Dan gaat iemand bij zo mijn gezicht zo terug. I'm sorry. Ja, dat vind ik ook niet erg. Als je, ik vind het geil. Maar op het moment dat ik bepaal, op het moment dat ik denk van oké, nu en ik vind iemand leuk en het is langere tijd, dan oké. Maar hallo, niet zomaar met iemand een of andere Jan en alle man, kan dat niet doen hoor. Ik ben gek geworden of zo. Staat je zo op je bek. Weet je wie ik ben? Ik sla jou op je bek. Dan CZ denk ik. Ja. Ik zeg je eerlijk, als een chick. Zeker, ik kan nog een beetje voor me doen. Ik kan er gewoon overal naar toe sleuren. Bro, een chick die allemaal gaat slaan en zo. Nee, luister, laatst zo'n chick, ze hebben bijna mijn laptop gebeten, bro. Ik was gewoon gek in mijn hoofd. Ja, ik moet het echt niet doen met mij, bro. Dan ben ik al gelijk klaar. Ja, bro, je bent niet toe, maar van, dit is sexy. Nee, dit is normaal. Ja. Je hebt een film gekeken en denk van, oké, dit ga ik doen. Het is gewoon pijn, bro. Gewoon pijn. Maar dat is hele ding. Zo gaan we niet door. Het is gewoon gevoel, zeg. Het is gewoon gevoel. Een nek van, hoe pijnlijk, hoe beter of zo. Nee, Nee. Maar sommigen hebben dat echt gewoon niet door als ze gewoon gedronken hebben. En denken ze allemaal van, ik kan doorbijten. Ja, nee, man. Ben mijn laptop. Was blauw alles, seks. Nee. Want ik heb zelf veel volgers. Dus meestal de mensen die ik ontmoet hebben minder volgers dan mij. Nou. Jij wel? Ja? Oh, ja, jawel. Ja, oh ja, jij ook. Ja. Ja. Ja, ik ook. Maar ik heel veel volgers. Ik doe het soms wel zeg maar voor het verhaal. Weet je, en niet één, een leuk en niet verhaal één, maar niet voor de volgers. En niet één. Eigenlijk omdat drie mensen heel bekend is het toch. Maar meestal vind je ze sowieso aantrekkelijk als ze bekend zijn. Nee, eentje weet je was wel. Lelijk joh. Mm. Puur voor de naam gedaan. Ja, maar voor het verhaal meer gewoon toch? Zeg maar, dat is gewoon leuk om te vertellen. Dat doen we soms ook. Ja. Maar ik ga niet zeggen, ik heb die gedaan, want die heeft heel veel volgers. Nee, dat niet. Nee. Oh, fucking fuck. Oh, jawel, maar niet bij een date, maar zelfs gewoon. In de auto of zo. Of... Ik heb wel eens een keertje gehad dat ik gewoon er langs liep. Wat bedoel je langs liep?
Gewoon, ik zie je niet. Ja. Ja. Oh, van, oh shit, is niks te bedenken. Ja, 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 gewoon. Wauw, gewoon. Wow. Ja, dit is wel heftig, man, bro. Maar bro, ik begrijp je, ik zeg je eerlijk, als een chick echt lelijk is, dan denk ik, dan ga ik er ook niet mee lopen, snap je? Bro. Kijk, als je mij catfisht, dan ben je mij gewoon aan het oplichten. Ja, dan ga ik jou oplichten. Ja, precies, ja, 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 dat is oplichten, ja. Wie? Harry? Ciao? 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 Ja. En Quentin. Quentin, oh! Quentin, Mary. Quentin, Mary. Ik vergeet het. Ik doe Harry ook, dat heb ik oh ja, gedaan. Harry en dan... Nee. En dan... Ik zei, ja, Joao en... Nee, ja, ik weet niet, meen ik. Ik denk Harry Joao dood, ja, en dan... Ja, Harry Joao dood. Ja. Oké, oké, ik wil eerst. Kill, Stevie. Why? Ja, Mary, ik wil uitleg. Mary, Eileen en Bang Shirley. Waarom? Ja, van boven naar beneden, van knap naar minder knap, vind ik, is mijn mening. En qua type ook. That's it. Yes. Okay. Dat is wel een goede keuze, ik heb denk ik dezelfde keuze. Kill, Stevie, Bang, Shirley en... Mary, Eileen, ja. Ja, dan ga ik toch wel voor Kill Shirley, want dat is gewoon geen match. Switch it up. Dus ik ga wel, En dit is niks persoonlijks, ja, trouwens? Nee, dit is niks persoonlijks. Stevie hebben we toch al gehad. Dus niks persoonlijk. Stevie en nee. Mary, Eileen. Wat zijn nou, f*** Stevie? Ja, heb ik al gehad. Oh, die hebben het ons gehad. Ik dacht daarvan. X on the Beach, Double Dutch, All Stars. Elke zondag om 10 uur op MTV.